dit ontstaan van dit liedje liep ik elke dag met mijn hond langs. En mijn hond, ik woon in een huis drie hoog in de, het is drie etages. Goedemorgen. Morgen. Hallo. Hallo, dames. Ik woon in een groot huis waar mijn gezin groot is geworden, maar dan zit ik nu alleen. En dan kon ik in dat huis de trap op gaan. Nog niet één tree is die hond, Koffie heette die, Koffie, Cappuccino, is nog ooit een tree omhoog geweest. En daar bij dat kunstwerkje, de woeste stilte. Ging die wel omhoog? Overigens. Ja, de woeste stilte. Ja. De woeste stilte. Daar zijn maar vier, vijf treetjes geloof ik. Ja. Maar dan liep hij meteen mee naar boven en dan zat hij op dat, lijkt net een preekstoeltje dan, als hij erboven staat. Dan kijk je zo over het Bossenbroek met zicht van de Sint-Jan. Dan liep hij naar voor me uit en dan ging hij vlak voor me zitten. En dan had ik meestal zo'n hondenbrokjes, die ik nou voor de vogels nog bij me heb. Oké, maar ik denk me niet gekker worden. Ja, en dan kreeg hij dat. En dan zaten we samen zo over de Bossenbroek. En dan is voor mij een liedje ontstaan. En ja, dat is mijn gebedje geworden. En dat heb ik op de cd staan. En ik vind het zelf mijn meest... Het is door mijn... De Roel Jongenelen, mijn manager, is dat geweldig, is dat op muziek gezet. Opgezet, ja. Je doet niet zelf de muziek schrijven, niet? Nee. Je doet alleen de tekst. Ik ben volkomen autodidact. Ik schrijf geen noten of zo. Ik kan het zo bedenken. Mijn tweede zoon is een muzikus, die schrijft mijn liedjes, schrijft hij op. En andere bewerken het. Ja. En je speelt zelf ook geen instrument eigenlijk? Jawel, ja, toch? Gitaar. Ja, gitaar heb je toch wel. Ja. Je bent een opnemer, hè? Ja.